Onno Hoes voor het eerst zelf aan het woord over zijn aftreden als burgemeester van Maastricht. Maar ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. En dat vinden ze bij Po-nieuws trouwens ook niet, dat ze iets fout hebben gedaan. Verder in het nieuws vandaag. Rutte zegt, het kabinet blijft zitten wat er bij de komende statenverkiezingen ook gebeurt. En hoe verdeeld is Nederland? Goedenavond. Wie dacht dat Onno Hoes, omdat hij opstapt als burgemeester van Maastricht, voorlopig niet van zich laat horen, heeft het mis. Eerder werd al duidelijk dat hij naar de rechter stapt, omdat hij vindt dat zijn privéleven moedwillig en schaamteloos, zoals hij dat noemt, op straat is gegooid. Hoes stapt op en vandaag vertelt hij voor het eerst aan iedereen wat hij daar zelf van vindt. Theo Verbrugge in Maastricht. En hij klinkt strijdvaardig, Theo. Jij hebt hem zelf gesproken. Ja, absoluut strijdvaardig. Zeker geen geknakte man. En je hoorde hem net zeggen, hij vindt dat hij absoluut niets fout heeft gedaan. Zijn privédomein is onterecht betreden door de jonge man met de verborgen camera van Pound. Ja, en de rechter zegt hij moet dan ook maar uitmaken of dat terecht is of niet terecht. Hij besloot vandaag het stadhuis hier achter mij uit te komen, de camera's tegemoet. Meneer Hoes, hoe heeft u de afgelopen week beleefd? Ja, nou ja, het was geen glorieuze week voor de stad en voor mezelf natuurlijk. Dus het is jammer hoe het allemaal gelopen is, maar de conclusie die ik getrokken heb, dat de enige juiste op dit moment was. Dus ik heb daar vrede mee nu. U zegt dat u in de val bent gelokt. Vindt u dat u zelf iets te verwijten is? Nee, ik vind niet dat mij zelf iets te verwijten is. Hier is uitdrukkelijk het privédomein, zoals we dat netjes juridisch noemen, dat is onbeschaamd aangetast. Daarom heb ik ook aangifte gedaan. Dat is inmiddels ook allemaal afgerond, ondertekend. Dat ligt netjes bij politie en het Openbaar Ministerie. En we gaan kijken wat de rechter ervan vindt, of die dat ook vindt. Daar gaan we rustig op wachten. Maar ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. U weet dat veel Maastrichtenaren dat wel vinden. Ze zeggen, ja, hij heeft het zelf misschien ook wel een beetje aan bijgedragen dat hij zo weer in het nieuws is gekomen. U had ook nee kunnen zeggen tegen zo'n afspraak. Weet je, er zijn zoveel mensen die nu meningen hebben en zoveel deskundigen die meningen hebben. Dat moet ook maar vooral zo gebeuren. Ik heb besloten wat ik heb besloten, samen met de gouverneur. De gemeenteraad steunt dat nu. Komende half jaar ben ik nog volwaardig burgemeester van deze stad. Daar ben ik hartstikke trots op en we gaan er een mooi half jaar van maken. Klinkt heel optimistisch en ziet er optimistisch uit. Terwijl ik me kan voorstellen dat het toch wat anders is. Af en toe is het even moeilijk, maar ik ben ook heel strijdbaar. Ik hou van deze stad en van deze mensen en daar ga ik voor. Dankjewel. Ja, Theo, niks fout gedaan, zegt hij. En hij wil niks zeggen over de kritiek die ze in Maastricht hebben. Een deel van de Maastrichtenaren. Kan hij nog last krijgen van die kritiek? Want voorlopig is hij dus nog burgemeester. Ja, formeel heeft hij gelijk. Hij heeft een afspraak gemaakt met de gemeenteraad dat hij nog een half jaar volledig burgemeester is. Nou, hij zegt, ik heb die steun. Ik vind het een chique oplossing voor alle problemen die we hier nu hebben. Maar ja, hij reageert natuurlijk inderdaad totaal niet op de kritiek die er in grote mate ook op hem is. Op zijn privéleven en met name de gevolgen daarvan voor zijn positie als burgemeester. Pound heeft zojuist ook gereageerd. Zij zeggen, ja, die verborgen camera, dat is weliswaar een heel zwaar middel. Maar dat hebben we echt terecht gebruikt. En zij zien dan ook de uitspraak van de rechter met veel vertrouwen tegemoet. Oké. Theo, dank je wel. Vanuit Maastricht. Ja, hoe dan ook, premier Rutte prijst Hoes. Net als de premier lid van de VVD. Wat ik vaststel is dat Onno Hoes, en daar ben ik ook trots op, zo ken ik hem, in zijn kwaliteit als bestuurder op geen enkele manier ter discussie staat. Want heeft hij iets verkeerd gedaan dat hij zijn functie moet neerleggen? Daar ga ik niets over zeggen. Dat is echt een zaak van de gemeenteraad van Maastricht. Ik stel alleen vast dat ik blij ben dat Onno Hoes, die ik heel goed ken, die ik ken als een voortreffelijke openbaar bestuurder, met een enorm hart ook voor dit land en voor het openbaar bestuur en ook voor zijn stad, Maastricht, dat hij op geen enkele manier in discussie is als bestuurder van die stad. Ja, Onno Hoes komt vanavond uitgebreid aan het woord live in Nieuwsuur. Ja, nog even terug naar Rutte, want de komende statenverkiezingen in maart die gaan spannend worden. En daarbij hoor je ook vaak dat het kabinet die wel eens niet zou kunnen overleven, die verkiezingen. Maar premier Rutte zei vanavond in het wekelijks tv-gesprek dat hij ervan overtuigd is dat het kabinet niet valt. Ook niet als VVD en PvdA die verkiezingen verliezen. Nee, het is niet zo dat deze verkiezingen gaan over of het kabinet doorgaat of niet. Dit kabinet wel, gaat door. Of er voldoende steun maar in de Senaat. Wil je deze grote hervormingen verder kunnen een succes kunnen maken, dan helpt het wel enorm, dus het leidt niet tot de val van het kabinet, slechte verkiezingen, maar het helpt enorm ten positieve voor dit beleid, wat nu resultaten oplevert, als deze coalitie, ook in de Eerste Kamer natuurlijk, stabiele verhoudingen heeft. Ja.
Roem, in Den Haag, is dat opmerkelijk dat hij dat zegt? Want dat hij door wil, straalt hij al langer uit natuurlijk. Het zou misschien gek zijn als hij tegenovergestelde had gezegd. Ja, als hij dat gezegd had, was het zeker groter nieuws geweest. Maar het is toch interessant. Rutte zegt natuurlijk al een tijdje, we moeten koers houden. De samenwerking met de Partij van de Arbeid smaakt naar meer. Maar hij voegt er nou iets nieuws aan toe en zegt, wat er ook gebeurt bij die verkiezingen, ook al verliezen we, dit kabinet gaat door. En hij doet dat omdat hij zich gesterkt voelt door de goede berichten over de economie in het land. En wat je hieruit duidelijk leert, is dat hij vol de campagne ingaat begin volgend jaar om zijn kabinet zo stabiel mogelijk in de benen te houden. Ja, maar als die drie oppositiepartijen die ze tot nu toe iedere keer nog helpen, als ze daarmee ook geen meerderheid halen, dan kunnen ze toch niks meer? Nou, Rutte denkt daar anders over. Hij zegt, ja, dan wordt het moeilijker, maar dan kunnen we toch gewoon door. En dit is een verhaal wat we ook de afgelopen dagen steeds meer optekenden uit de partijtoppen van VVD en Partij van de Arbeid. Ze hebben het er overduidelijk over gehad dat ze zeggen, dit wordt de strategie. We gaan gewoon door, koste wat kost. En de redenering daarbij is, ja, er is eigenlijk geen alternatief. Ze zeggen, we hebben nu samen ook al geen meerderheid, hebben we ook al steun van anderen nodig. Dus anderen kunnen ons al het werk onmogelijk maken. Dat doen ze niet. En zegt Rutte, ik moet de eerste de beste nog tegenkomen die nu de economie het weer beter gaat doen, ons naar huis stuurt. Wij gaan het zelf in ieder geval niet doen. Ja, en dus zegt hij landelijke verkiezingen in 2017. Ja, dat is wat Rutte en Samson natuurlijk steeds gezegd hebben. Een stabiel kabinet wat eindelijk eens een keer de rit uit zit, is hun verkiezingsbelofte ook geweest. Daarbij vergeten ze natuurlijk één belangrijk ding. En dat is dat de Partij van de Arbeid staat er heel slecht voor in de peilingen. Kan behoorlijk onderuit gaan in maart volgend jaar. En wat gebeurt daar dan als daar bijvoorbeeld een crisis of een leiderschapswissel aanstaande is? Ja, dan kan het er allemaal weer heel anders uitzien. Maar voorlopig is de conclusie van deze uitspraak van Rutte, hij gaat vol de campagne in. En de tegenstanders van dit kabinet zullen dat ongetwijfeld ook doen. Het wordt echt een landelijke campagne. Duidelijk. Roem, dank je vanuit Den Haag. Ja, weer een dorp waar de bevolking zich opwindt over de komst van in hun ogen veel te veel asielzoekers. Deze keer gaat het om het Friese Rijs. De gemeenteraad daar kwam er gisteravond niet uit hoeveel asielzoekers er mogen komen. En daarom vergaderen ze er vanavond weer over. Rijs, een dorp in Friesland met 158 inwoners. Het plan is om hier binnenkort minimaal 250 asielzoekers te huisvesten. In een voormalige instelling voor jongeren met gedragsproblemen. En dan krijg je dit. Daar zitten wij niet op te wachten, nee. Ik zie het wel zitten, maar niet in deze aantallen. Rijs leeft van het toerisme. Er zijn overal campings, pannenkoekenhuizen en hotels. De mensen komen hier voor hun rust. En de ondernemers zijn bang dat het daar straks mee gedaan is. En daar balen ze van. Ik heb nu twee serieuze afmeldingen voor de jaarplaatsen. En dat baart me wel een beetje zorg in zo'n vroeg stadium. Want er is eigenlijk nog steeds geen besluit genomen. Waar bent u bang voor? Geluidsoverlast. Ja, het zijn mensen uit een bepaalde situatie. Die zitten hier niet zomaar. Dus die hebben misschien traumatische ervaringen. Je weet niet hoe ze reageren. Opvang van grote aantallen asielzoekers in een klein dorpje. Het is niet voor het eerst dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hiermee komt. Eerder speelde zich eenzelfde soort verhaal af in het Drentse dorpje Oranje. Daar moesten in eerste instantie 1400 mensen gehuisvest worden op een inwoneraantal van nog geen 200. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, zegt dat het niet anders kan. De opvang van asielzoekers moet zo snel geregeld worden en het gaat om zulke grote aantallen dat het zich niet de luxe kan permitteren om net zo lang te zoeken totdat iedereen tevreden is. In Rijs liepen gisteravond de gemoederen hoog op tijdens een raadsvergadering over de komst van de vluchtelingen. Dat vind ik ver onder de gordel. Meer wil ik er ook niet over zeggen. De vergadering gaat vanavond verder met de bedoeling wel overeenstemming te bereiken over hoeveel asielzoekers er welkom zijn. Italië dan. Italië lag de hele dag plat. Overal waren er demonstraties tegen de plannen van de regering om de arbeidsmarkt open te breken. Daarmee wil de Italiaanse premier de economie laten groeien, zodat er meer banen komen. Maar de vakbonden geloven er niet in. In Milaan liep een demonstratie uit op rellen. In meer dan 50 steden in Italië waren er demonstraties. De hervormingen zijn volgens premier Renzi nodig om de economie een duw te geven. Maar de betogers denken dat ze alleen maar makkelijker kunnen worden ontslagen. Vogliamo il lavoro.
Il lavoro non si dà togliendo i diritti. Voor het eerst deden beide grote vakcentrales van Italië samen mee aan die staking. Veel Italiaanse jongeren demonstreerden niet. Zij hopen dat ze door de hervormingen eindelijk eens een echte baan krijgen. Al hebben ze er weinig vertrouwen in. De meeste van hen werken al jaren met tijdelijke contracten en gaan van het ene baantje naar het andere. Ze hebben geen enkele zekerheid. Ook Luciana en Valentina niet. L'Italia per me è un paese bellissimo che purtroppo non offre opportunità e dà soltanto illusione. L'Italia per me è casa, una casa molto disordinata. Werk hebben ze, maar daar is alles mee gezegd. Voor 600 euro per maand werkt Luciana in een kapperszaak en voor 1000 euro Valentina in het muziekcentrum van Rome. Zekerheid op een vaste aanstelling hebben ze niet. En het is sappelen om verder te komen. Ciao Mari, buongiorno. I soldi che guadagno non mi fanno vedere un futuro perché sono troppo pochi, non riesco a coprire tutte le spese che ho. A me dispiace perché poi tanta gente va fuori perché qui è impossibile, quando in realtà il problema è grave perché non solo la nostra generazione, ma quella dopo la nostra, cosa farà? Faccio la giornalista, poi ho fatto babysitter, commessa, magazziniera, portinaia, autrice televisiva, contratti fissi mai, no. Qui siamo tutti laureati, siamo tutti professionisti, siamo tutti in gamba, e però non c'è spazio per nessuno. Ze wantrouwen de staking van de vakbonden, maar ze geloven ook niet in de arbeidsplannen van de regering Renzi, waardoor het vinden van een vaste baan gemakkelijker moet worden. Nei sindacati trovo la stessa politica della politica. Adesso ci sono persone che guardano i propri interessi e non danno aiuto ai cittadini italiani. Credo che la mia vita sarà sempre quella di mettere insieme più lavori, di darmi da fare, di inventarmi in modo creativo lo stipendio a fine mese. Ciao, buona serata. En daarom hebben ze vandaag gewoon gewerkt. Geen dag salaris te verliezen. Ja, op een dag met allemaal demonstraties dus in Italië. In Spanje is afgelopen nacht een omstreden wet aangenomen die demonstreren daar een stuk moeilijker maakt. Zeggen althans de tegenstanders van die wet. In het parlement was er letterlijk stil protest. Maar die wet komt er dus toch. Zijn huis ligt er vol mee. De bijna 80-jarige Martin Sagrera maakt iedere dag wel een paar protestborden die hij uitdeelt bij demonstraties. Esta, por ejemplo, es una contra los recortes en general. La lucha es el único camino. Dit was het beeld de afgelopen jaren. In 2013 alleen al 30.000 demonstraties. Tegen de bezuinigingen. De omstreden abortuswet. Corruptie. Onvrede over de regering en haar beleid, de Spanjaarden uiten het op straat. Maar het wordt rustiger en dat zou onder andere te maken hebben met de nieuwe wet. Después de tres años de no cumplir con sus promesas electorales, el gobierno tiene en contra casi toda la población. Y para impedir que la población pueda manifestarse, hace una ley amordazando a los que protestan. Maar, zegt de regering, de nieuwe wet is nodig om vandalisme en rellen te voorkomen. De goedwillende demonstrant zou er alleen maar van profiteren. El que se quiera manifestar lo va a poder hacer aún con más facilidad y con más garantías, con más tranquilidad. Se va a poder manifestar con más tranquilidad. De tal manera que el que se manifiesta, a lo único que le puede tener miedo es al violento. Die relschoppen ontmoedigen is het idee. Onaangekondigd demonstreren of problemen veroorzaken, het kan je op een boete komen te staan die kan oplopen van 600 tot 600.000 euro. En dus opnieuw protest. Deze demonstranten rouwen om de democratie. Cuando la proporcionalidad de las penas es tan desproporcionada, supone de facto impedir que la gente se manifieste pacíficamente. Ellos hablan de episodios violentos en las manifestaciones, pero esto solo suponen un 0,08%, según dijo el ministro de Interior en el Congreso. Een bijna 80-jarige die de dictatuur nog meemaakte, schrik je niet zo snel af, maar kan zich wel zorgen maken.
con la ley Mordaza, pues estamos volviendo a una verdadera pérdida de la democracia. Realmente con eso el ciudadano ha perdido sus derechos. De energierekening voor huishoudens is dit jaar minder hoog dan vorig jaar. Dat komt door de milde winter in Nederland en de dalende gasprijs. Daardoor betalen huishoudens dit jaar gemiddeld zo'n 160 euro minder. Vooral aan het begin van het jaar en in oktober stond de verwarming in Nederland flink lager. De energiebedrijven denken dat de inkoopprijs voor gas verder zal dalen. En ze verwachten daarom dat de energierekening ook begin volgend jaar gunstig uitvalt. De Braziliaanse politie heeft een man opgepakt die de afgelopen 10 jaar, naar eigen zeggen, 42 moorden heeft gepleegd. Volgens deskundigen geniet de man van media-aandacht en moet de bekentenis goed worden gecheckt. 4 lichamen van slachtoffers zijn inmiddels gevonden. De laatste 4 vrachtwagens met wrakstukken van vlucht MH17 zijn aangekomen op vliegbasis Gilsereide. Nu het laatste konvooi uit Oekraïne is aangekomen, kunnen de onderzoekers beginnen met de reconstructie van een deel van het vliegtuig. De Belgen hebben afscheid genomen van hun koningin Fabiola, de weduwe van koning Boudewijn. Ze overleed vorige week vrijdag, 86 jaar oud. Vanmorgen was er een eenvoudige plechtigheid met veel gebeden en klassieke muziek. Fabiola werd binnengedragen in de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele in Brussel, begeleid door de Belgische koninklijke familie. Namens Nederland was prinses Beatrix aanwezig bij de plechtigheid. 86 jaar duurde de pelgrimstocht van koningin Fabiola op de weg terug naar haar God. En 21 jaar moest ze wachten op haar echtgenoot koning Boudewijn om hem terug te zien. Na de dienst trok de rouwstoet naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Daar is in kleine kring afscheid genomen van koningin Fabiola. Nou, afscheid nemen dus. Dat deed de koninklijke familie, dat deden veel gewone Belgen. Maar ook de naaste medewerkers van Fabiola, van wie sommigen al bijna 50 jaar werken voor de koningin. Ons koningin had een natuurlijke golf in haar haar. En het is goed geweten dat het kapsel dat langst houdt, is het kapsel dat met uw natuurlijke haarvorm rekening houdt. Dus zij wou dit kapsel behouden omdat dat haar persoonlijkheid was. Willy Mazar. Er zijn er weinig die Fabiola zo goed kenden als hij. Hij was bijna 50 jaar haar kapper en kende haar geheim. En dat heb ik dan cadeau gekregen. Dus dat is het speldje dat ze daar in de stek. Koningin Fabiola, ze was een Belgisch icoon. Mazar reisde met haar de wereld rond en leerde haar op een heel persoonlijke manier kennen. Die kon heel leuk en lachend zijn, maar die kon ook heel serieus zijn. Als het dus ging over de nagedachtenis van haar man bijvoorbeeld, over haar taak tegenover het volk, was ze heel ernstig. Dat is bij haar in haar eetplaats. En de koningin die nodigde mij dus zo af en toe eens uit om te lunchen. U was meer dan een kapper. Een kapper is altijd meer dan een kapper. Een kapper is altijd een vertrouweling. Mazar knipte Fabiola vorige maand nog. En zelfs deze week, toen ze lag opgebaard, verzorgde hij haar koninklijke koep. Dat is een belofte dat de koningin mij gevraagd had. Meneer Mazar, ik hoop, u hebt mij 47 jaar gekapt. Ik hoop dat u mij nu ook gaat kappen voor de eeuwigheid. En ik heb die belofte gemaakt en ik heb die belofte nageleefd. Joris van Poppel sprak met de koninklijke kapper. Als je jezelf een cijfer moet geven voor hoe gelukkig je bent, wat zeg je dan? Dat is onderzocht in een groot onderzoek onder 3000 Nederlanders. Over de verschillen in inkomen, in opleiding, in hoe je eruit ziet bijvoorbeeld. En hoeveel mensen je kent die je verder kunnen helpen. Je netwerk noemen ze dat. En die verschillen zijn groot, zeggen ze. Dan is dit even Nederland, winkelend en wel. Volgens de onderzoekers van het SCP zijn we te verdelen in 6 groepen. De gelukkigste, dat noemen ze de gevestigde bovenlaag. Hoogste opleiding, hoogste inkomen, veel mensen in het netwerk. Ze geven zichzelf een 8,1 voor hun levensgeluk. Het is een groep waar alles mee zit. Daar zit veel mee. Ze zijn ook vaak gezond. Dat is ook een van de elementen. Dus inkomen, opleiding, gezondheid, vrije tijd, daar gaat eigenlijk heel goed mee.
De zogenoemde werkende middengroep is de grootste. Met een baan, een koophuis, kinderen en een redelijk sociaal netwerk. Ze geven zichzelf een 7,6. Nou, in deze groep zijn er veel zorgen over de zekerheden die er in het dagelijks leven bestaan. Over kan ik de hypotheek nog betalen? Kan ik nog de kosten voor mijn kinderen op school en in vrije tijd dragen? Kan ik de zorg die mijn ouders nodig hebben allemaal op me nemen? En je ziet dat juist in die groep, waar veel vaste banen zijn, mensen in loondienst zijn, dat daar de onzekerheden toenemen. Helemaal aan de andere kant staat deze groep, de onderlaag noemen ze die. Met een lage opleiding, vaak een uitkering, weinig luxe en maar weinig mensen om zich heen die ze verder kunnen helpen. Ze geven zichzelf toch nog een 6,3, ondanks de grote onvrede. Het gevoel dat de politiek niet hun belangen behartigt. Nou ja, dat is een probleem als mensen langs elkaar heen gaan lopen en elkaar niet meer helpen waar er wel hulp geboden is. Het is ook een probleem als er daarmee bijvoorbeeld arbeidspotentieel blijft liggen. Mensen die werk zouden kunnen doen en een zinvolle tijdsbesteding in de samenleving zouden kunnen hebben, dat niet doen. Dan zijn dat wel degelijk problemen. Ja, en wat zou je daaraan vooral aan kunnen doen om dit probleem goed aan te pakken? Deeltijd werken, combineren van vrijwilligerswerk met deeltijd werken, opleidingen. Het nadenken hoe je ook de lagere opleidingen meer waardeert. Dus het vakmanschap, dat je daar ook carrière in kunt maken. Zo zijn er een aantal maatregelen te bedenken die hier wel iets aan kunnen doen. Het SCP benadrukt dat Nederland een van de gelukkigste landen ter wereld is. En dat er geen harde tegenstellingen zijn, zoals in de Verenigde Staten. Het SCP noemt Nederland dan ook graag een land van een zachte tweedeling. Ja, dat Sociaal-Cultureel Planbureau wil niettemin graag dat de politiek in Den Haag en allerlei maatschappelijke organisaties zich meer bewust worden van de tweedeling. Er was een stormachtige nacht voorspeld en vooral een stormachtige ochtend. En zo was het ook. Het was even herfst met een hoofdletter. Een echte Zuidwester zou het worden en dus stond de reddingsdienst in IJmuiden paraat, al was er van noodgevallen geen sprake. Het is prachtig oefenweer voor ons. En bij oefenen bleef het, want de harde wind gaf de hele dag weinig problemen. Iets vertraagd liep de veerboot uit Newcastle gewoon binnen. Erg ruw, maar we hebben het overleefd. Very rocky, very cold. Rocky. Night from hell. Ja, de golven waren tussen de 1 en 8 meter hoog. Van de laagtepunt tot de hoogtepunt, zeg maar. Het leek net alsof je dronken was de hele tijd. En op de wal was het vooral genieten voor de liefhebbers. Maar mijn muts die waait bijna weg en er komt zand in mijn ogen. Je ziet wat er allemaal op jou afkomt. Je ziet de schudden. Het lijkt wel een achtbaan hier ook. Kleine incidenten waren er wel. Een gekantelde vrachtwagen veroorzaakte overlast op de N9 en een aantal treinen viel uit. Op dit plein in Dordrecht bleef verlaten. Uit voorzorg was de kerstmarkt daar afgelast. Marco, kunnen ze hem weer opbouwen morgen? Ja, wat weer betreft is er weinig belemmeringen van het weekend. Het waait uiteraard nog wel, maar zeker niet meer zo hard als vandaag. En de wind is vanmiddag ook al sterk afgenomen, want op dit moment waait het nog krachtig tot hard. Misschien nog net een windkracht 7 bij zee. Deze plaatjes worden al moeilijker in ieder geval. Dat lage drukgebied dat ervoor verantwoordelijk was, trok vandaag over. En inmiddels ligt dat al zo'n beetje boven het zuiden van Zweden. Het gaat heel snel. We zien die lijnen van gelijke druk wat gaan wijken. Komen verder bij elkaar vandaan te liggen. En dat betekent dat de wind ook gaat afnemen. En als we kijken hoe dat zich verder ontwikkelt, dan zien we die depressie richting Finland, moet ik zeggen. Even nadenken, trekken en verder Rusland in. En bij ons wordt het eigenlijk alleen maar rustiger. Nog een depressie op de weerkaart bij Portugal. En daar regent het ook flink. Verder is het in het zuidoosten van Europa over het algemeen vrij aardig weer met de flinke zonnige periode in Griekenland. Nou, dat is Europa. Nederland was best bijzonder vandaag. Met op dit moment ook nog steeds wel wat neerslag. Die neerslag gaat er heel voorzichtig uit. Trok over grote delen van ons land. En inmiddels op de laatste radarplaatjes zien we dat het in Limburg nog wat regent. En dat het verder op de meeste plaatsen wel droog is. Een paar buitjes op de Noordzee. En die kunnen we vannacht ook nog wel verwachten. Een paar buitjes dus misschien hier in het noordwesten. Daar klaart het overigens wel langzaamaan wat op. En de rest van het land blijft het aan de bewolkte kant. En heel geleidelijk trekt ook de laatste neerslag uit Limburg weg. 4 tot 6 graden.
graden de minimumtemperatuur. Morgen loopt het kwik langzaam op naar 5 tot 8 graden. In de loop van de dag komt er steeds meer zon. Het zal zeker niet zo fraai beginnen zoals het hieruit ziet, want op veel plaatsen hebben we eerst nog bewolking. Maar geleidelijk aan breekt de zon dus door. Verspreid over het land valt er dan nog een enkele bui. 5 tot 8 graden heb ik genoemd en de wind gaat verder afnemen. Uiteindelijk waait het nog slechts matig met windkracht 3 aan het eind van de dag. Ook zondag op veel plaatsen weinig wind. Later op de dag begint de wind wel wat aan te trekken. Op de meeste plaatsen is het droog, de zon schijnt geregeld en het wordt 4 tot 6 graden. Nou, de wind die gaat toenemen. Laat op de zondag luidt weer een wisselvallige periode in. En dat zien we na het weekend terugkomen. De wind neemt toe, de temperaturen lopen wat op en het wordt duidelijk een stuk wisselvalliger. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Onno Hoes laat voor het eerst weten wat hij er zelf van vindt dat hij opstapt als burgemeester van Maastricht. Hij heeft nergens spijt van. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op 2. Ik wens u een mooi weekend.